Ik ben Philippe Vrijens en ik werk sinds 2003 als projectmanager binnen de Bedelim Groep. Na 17 jaar werk ik hier nog altijd met evenveel plezier. De sfeer is altijd heel goed en er zit enorm veel variatie in de job ook. Dat heeft ertoe geleid dat ik hier altijd graag gewerkt heb en ook vandaag nog heel graag werk. Bij de opstart van een project maak je de projectplanning op, bestel je materialen en leg je contacten met plaatsingsploegen om de montagebudgetten ook vast te leggen in functie van een goede budgetcontrole. L'ambiance chez Bedelim est vraiment très chaleureuse, très amicale. J'ai l'impression de travailler tous les jours avec des amis. Ce que j'aime aussi dans mon job, c'est que c'est vraiment très diversifié. On se réveille chaque jour, on a un nouveau challenge à faire. On ne s'ennuie pas chez Bedelim, ça c'est sûr. On ne s'ennuie pas, chaque jour est différent. De skills van een projectmanager, het assertief zijn, je moet de planning heel goed kunnen aanhouden, je moet mondig zijn, je moet ook een beetje people management hebben, want als je met een architect babbelt of met de klant, dan moet je anders overweg gaan dan met de arbeiders op de werf. In de loop van het project ga je als projectmanager werfbezoeken uitvoeren, waarbij je de verschillende montageploegen gaat aansturen en kwaliteitscontroles doet van het uitgevoerde werk. En bij die werfbezoeken ga je ook de veiligheid controleren en de nodige preventiemaatregelen nemen om ongevallen ten allen tijde te vermijden. Les projets sont vraiment de toutes sortes de nature, c'est vraiment très diversifié. Duurzaamheid wordt ook binnen de bouwsector een steeds belangrijker begrip. En hierin tracht Bedelim met circulaire en duurzame processen de milieu-impact ten allen tijden te minimaliseren. Tijdens de uitvoering van een project zijn natuurlijk de werfvergaderingen ook cruciaal om een goed verloop te garanderen van uw uitvoering. Tijdens die werkvergaderingen zie je de verschillende partijen die allemaal samenkomen, dus de architect, de bouwheer, de uitvoerders. En zij bespreken de plannen, zij bespreken de planning en zorgen dat het ganse project tot een goede uitvoering kan komen.